allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik kom net terug van een heel leuk dagje in Amsterdam. En normaal zou ik echt dan nooit een video opnemen, omdat ik er dan niet helemaal fris en zomer uitzie. Maar ik dacht, het kan wel en ik wil deze video zo graag opnemen. Ik wil het eigenlijk het liefst al doen voordat ik wegging vanochtend, maar dat redde ik niet en zo. Want ik ben dus van de week 2 keer bij de Zeeman geweest. Omdat ik op YouTube video's heb gezien al vaker. Ik weet niet precies van wie, maar het is in ieder geval niet mijn idee. En als je zoekt op Zeeman Challenge of zo, vind je ze wel, die video's. Waarin mensen, ook bij andere winkels, een soort van outfit challenge deden. En ik dacht, ik doe dat een keer met Primark, omdat ik heel veel Primark shopdogs maak en zo. Maar ik was boodschap aan het doen voor mijn verjaardag. En ik zag de Zeeman en ik dacht, ik wil ook. Ik dacht eerst van, ik wil niet, want ik weet niet. Toen dacht ik, ja, ik wil wel. Ik wil kijken. Ik ben zo benieuwd. Ook omdat de Primark niet echt meer is wat het is geweest, vind ik, qua prijzen. Was ik zo benieuwd naar de Zeeman. En ik heb expres niet die Zeeman video's recentelijk in ieder geval gekeken. Want ik wilde echt even mijn eigen mening en dingen hebben. Maar het probleem is wel een beetje dat ik iets losser ben gegaan dan de bedoeling was. Want ik heb een hele tas vol en ik heb heel veel uitgegeven. En mijn bedoeling is ook echt niet om alles te gaan houden. Ja, misschien als alles geweldig is. Maar ik wilde gewoon meerdere outfits maken. Dus ik ga heel snel laten zien welke items ik heb. En daarna ga ik ze passen. Oh, ik heb een raar speeksel. Oké, ik heb onderkantjes en bovenkantjes. En ik ga even beginnen met de onderkantjes. Ik wilde echt... Eerst had ik namelijk maar 1 onderkantje. Ik dacht, dan maak ik daarmee meerdere outfits. Maar dacht ik, dat is niet helemaal eerlijk. Ik moet het goed doen. Oh ja, en even, ik had dit gekocht. Ik vond dit zo schattig voor 7 euro. Maar ik ga hem terugbrengen, want het is echt... Het is te kinderachtig en ik vind de kleuren eigenlijk toch niet helemaal mooi. Oh ja, en ik had een paraplu gekocht. Een panterparaplu, helemaal leuk voor 3 euro. En een badpak. Maar die vind ik niet mooi zitten. Die is een tientje. Die komt niet in deze outfit challenge. Maar dan kunnen jullie het wel even zien. Je hebt er ook badpakken. Oh, nog 1 ding. Sokjes krijg ik van jullie als tip. Hier zit een rubberen randje op. Dus deze schijnen wel goed te zitten als onzichtbare kleine sokjes. Dus ik ben heel benieuwd of die goed zijn. En dan nu de items die echt voor de outfit challenge zijn. Don't go look at me with that look in your eye. Allereerst heb ik, en ik ga het dus niet te lang noemen, dat vind ik niet leuk. Want straks ga ik ze toch al passen. Voor 10 euro, dus niet mega goedkoop, maar bij andere winkels zijn ze echt wel wat duurder voor zover ik weet. Een rokje. Dit is maat 42 en als je een grotere maat hebt, is de Zeeman top. Want het gaat tot met maat 48 en het begint wel bij 38, dus het is wel wat meer voor grotere maten. Dit spijkerbroekje, ik doe het nu even zo ook, zodat jullie even goed, kunnen zien hoe het eruit ziet. Hij is wel wat wijder van onder. Die ziet er zo uit. Dan nog een rokje en dit rokje is 6 euro en ik had trouwens nog meer leuke items gezien. Maar niet alles was er ook in mijn maat. Dit is ook maat 42 en dit rokje ziet er zo uit. Deze is dus gewoon van stof. Wel een beetje doorschijnend misschien, maar dat gaan we zo ook zien. Dat is rokje nummer 2. Dan, het was wel echt een zomeroutfit challenge. Dus ik heb geen lange broek gekocht. Plus ik vond ze niet helemaal mooi skinny lijken, maar je kunt daar dus niet passen. Ook in 42. Deze broek. Heel lang niet meer gedragen, dit soort broeken. Echt gewoon wat je vroeger, hij is wel... Wel stretchy, maar hij lijkt klein. Wat ik vroeger droeg, gewoon echt een 3/4 zwarte broek. Maar het kan echt wel handig zijn in de zomer. En dan het laatste onderitem. En het is maat 42 ook. Deze is 7. Oh, die broek is ook 10. En deze rok is 7. En het is gewoon een zwarte rok, wel met een leuk patroontje erin. En dit kan echt heel erg chill zijn. Dan heb ik nog een item wat onder en boven is. Namelijk een jurk. En jullie hoeven hier niet commentaar op te geven, maar ik zeg je vast, ik ga dit met een jasje laten zien. Want ik vind het niet fijn om met mijn blote armen op dit moment op internet te gaan, want ze zijn wit en ongetraind. Dus ik laat dit jurkje zien met een jasje als die past. Maat 42. Nu gaat iedereen zeker naar mijn armen kijken. En het is de jurk. Lekker zwoel, lekker zomers. Ook heel benieuwd naar, dus dat is sowieso natuurlijk al een outfit op zich. Dan nu de bovenkleding. Als eerste in maat 44 voor maar 6 euro. Dit topje. En ik had ooit zo'n soort top van de Primark die vies is geworden. Dat is echt mijn favorite. Met zo'n soort stof. Want hierdoor zie je nooit je vet of zo. Want het is niet dat het om je vet heen gaat zitten. Het gaat er lekker overheen. Een zwart topje met hele leuke mouwtjes. We gaan zo meer zien hoe het gaat staan. Dan een ander leuk topje. En ik heb laatst toevallig zo'n soort top bij de Weekamp besteld. Maar ik wou deze ook heel graag testen. Maat 44. Ik hou gewoon van beide topjes. Daarom 44 en niet 42. 8 euro. Ziet er heel erg leuk uit. Ik ben heel benieuwd hoe deze gaat staan. Dan hebben we top nummer 3. Iets waarvan ik niet weet of ik me er fijn in ga voelen. Want het zit meestal wat strakker. Maar ik heb hem wel in een 44. Dit is 7 euro. En ik dacht, hij kan heel mooi staan. En dat is zo'n soort stofje. Deze top.
Je ziet dat het allemaal wel vrij basic is, maar echt wel heel erg leuk. En heel leuk, want ik ben gek op dit soort tops. En deze is maar 4 euro en dat is toch echt wel heel goedkoop. Een witte basic top met Just Like You. Just Like You. Heel benieuwd hoe die gaat staan. Ik heb het fles niet al te groot genomen. Normaal, met veiligheid neem ik toch groot, maar ik dacht ik doe niet te groot. En hetzelfde, ook voor 4 euro. En deze is maar 42. Hashtag nul filter. Is dat nog in? Ik weet het niet, maar ik vond hem leuk. Volgens mij is het gewoon hetzelfde shirt met een ander tekstje. En deze kon ik echt niet laten liggen. Dit is een superleuk zalmroze. Geweldig. Ik vind het grijze ook heel erg leuk. Heel dun jasje. Hij is dus 13 euro, maat 44. Maar ideaal als je wel iets aan wil, maar het niet warm hoeft te zijn, je kleding. Dus ook heel erg benieuwd hoe die gaat staan. Dus ik heb 5 tops, 1 jasje, 4 onderkantjes en een jurk. Mega veel. Ik ga nu beginnen met passen. Ik heb nu dit aan. Net gekocht, deze broek van de Monkey en deze is van de Only. En we gaan passen. Oké. If it's meant to be, it'll be, baby, just let it be. Oké, de eerste outfit. Ik weet niet of dit gelijk de mooiste combi is, maar ik moest even... Het was even lastig om het combineren. Ik zie dat deze weer zo een beetje strak zit. Want ik heb nu een rokje aan. Daardoor wordt je buik niet strak getrokken of zo. En dan zie je toch wel dat hij hier strak valt. Dus ik vind het lekker als hij wat wijder zit. En dit is heel raar. Want er zitten dus geen mouwen aan. Dus zo valt hij zeg maar over je armen heen. Maar hij valt eigenlijk zo. Hij trekt de hele tijd zo. En ik vind de rok echt wel mooi. Ik vind het echt wel een heel leuk zomers dingetje. Hij is heel erg dun. Maar hij is... Oh, dus hij lijkt echt heel dun. Hij zit wel heel erg mooi in mijn lichaam heen. Ik ben benieuwd hoe lang die zo mooi strak blijft. Deze denk ik echt wel dat ik hem zou willen houden. En deze vind ik niet zo heel erg leuk. Ik ga er niet te lang over praten, oké? Oké. Oh, ik weet niet hoe die op beeld overkomt, maar ik vond hem in de spiegel heel leuk staan. Deze top ben ik enorm blij mee. Dit is echt een top wat ik heel leuk vind. Ik was zelfs op zoek naar een leuke zwarte top voor op die broek die ik net bij de intro aan had. Ik vind deze heel mooi staan. Ja, vetjes, maar oké, live. En het rokje. Het is echt wel een leuk rokje. Je ziet het patroontje bijna niet. Kijk. Maar hij is heel mooi zelf. Het enige, hij loopt een heel klein beetje wijd, zeg maar, uit. En ik hou er wel van als... Maar ik denk dat hij daardoor ook niet meer gaat uitlopen. Ik vind het rokje wel mooier dan de vorige. Hij is echt een mooie, dikke... Zachte stof ook. En het is nu natuurlijk echt zo'n all black outfit. Maar die rok kan je ook weer heel leuk combineren met iets anders. En het topje ook. Ja, en ik sowieso wel heel veel plezier van deze items kan hebben. Dat ik ze echt gewoon wil houden. Ik vind het onwijs leuk topje. Ze hadden hem ook in het wit. Oké, dat was outfit number 2. I've been moving calm, don't start no trouble with me. En dit is echt een outfit die het meest Charlotte is. Ik vind dat het rokje echt goed zit. Ik ben heel blij dat hij past. Het is sowieso leuk als ik gewoon op 42 pas. Het is wel heel veel t-shirt om hierin te stoppen, zeg maar. Er zit hier echt een hele lap met stof. Maar ik vind het wel het leukste zo erin. Het shirt is echt een prima shirt. Ik bedoel, als hier meer teksten van zijn, zou ik er zo meer halen. Ik vind dat echt ideaal. Super handig. Ik vind het rokje, mijn beeld is op dit moment echt heel ongetraind. En nu doe ik zeg maar niet mijn best om een goede beeld te krijgen. En op zich ziet het er best wel goed uit. Maar hij is eigenlijk qua lengte net goed. Als ik nu buk, nou als ik helemaal buk, kijk je er wel in. Maar ja, je zou misschien nog wat lager kunnen. Nou, het is wel mooi. Nee, wel mooi is die zilveracht. Hij zit wel lekker, hij loopt er een klein beetje wijd uit. Deze is dus een maatje kleiner. Maar hij zit ook prima. Super leuk. Al is het zeg maar om voor Instagram een leuk t-shirtje te hebben. En nou, ik vind hem eigenlijk, ik wou zeggen om in te slapen. Maar het is gewoon echt een heel leuk shirt. Niet alleen om in te sporten of te slapen. Het is echt een, gewoon een, ja. Ik vind het zelf ook nog een heel fijn stofje. Fijner dan bepaalde t-shirtjes die ik soms... In duurdere winkels zie je dus. Heel leuk. Dus deze vind ik echt top. Deze wil ik zeker houden. En zelfs de broek past. Wow, het zit lekker. Wat ik echt niet had verwacht. Zo fijn dat het meteen aangaat. Het is best wel een dun stofje. Hij is heel stretchy. Het enige wat wel zo is, hij is echt wel low. Nou, hij zit net op mijn buik. Als ik hem echt heel hoog trek. Maar het is wel vrij low en daardoor komt... Nou, het valt nog wel mee. Hoeveel vetjes er bovenuit komen. Dit shirtje vind ik heel leuk. Ik vind het vaak met dit soort ribbelstofjes. Zei ik dat ook al tegen Rebecca toevallig we waren bij de primer. Dat het zo dunnig. Alsof het heel snel stuk gaat. Maar nee, eigenlijk heb ik er niet veel op aan te merken. En alleen, ik heb best wel... Oh, hij is van de zijkant ook. Heb je zo'n dingetje. Ik heb best wel een beetje lelijke overgang. Kijk, zo vind ik mijn benen altijd mooi. Maar mijn knieën erbij niet. En dat accentueert zo'n broek misschien... Nou ja, als je zo'n broek zoekt...
zit hartstikke goed. En het shirtje is ook hartstikke leuk. Echt waar. Ideaal. Nou, outfit nummer 4, 5. Superleuk. En dan de laatste outfit. Oké, dit zou ik hier natuurlijk niet opdragen. Vind ik niet mooi. Maar ik dacht, ik kan er nu wel een eigen spijkerjackje op doen. Maar het is leuker om alles in zeeman outfits te doen. De jurk is echt heel... Ik ga het zo doen dat je het een beetje echt... Dus net heb ik geen arm aan. Heel mooi. Het enige wat ik vind is dat het hier heel erg plettend is. En dan vind ik dit heel bloot. Dus het lijkt gewoon heel erg weinig... Kijk, het valt zeg maar zo. Maar dan zit hier nog... Kijk, het was mooier als het dan zo zat. Want hier bedekt het al dit. Dus dan snap ik niet waarom dit er nog zo overheen hangt. Maar dat is gewoon puur een beetje het model. Hallo hoofd. Heel lekker jurkje. Echt waar. Echt een heerlijk jurkje waar je echt heerlijk in kunt bewegen. En voor mensen zoals ik die hun buik graag bedekken. Hij is zelfs dubbel laags. Er zit een laagje voor je buik nog. En zie je mijn buik? Ik niet. En dit jasje is leuk. Deze was natuurlijk heel erg leuk geweest op die spijkerrok. Ik vind het zo'n leuk jasje. Ik zit al helemaal voor me als ik ga fietsen. Of soms heb je van die vieze vliegen als het warm is. Dan heb je lekker een jasje eroverheen dat je het niet heet hebt. Maar het houdt wel wind tegen. Leuk. Super leuk. Heel blij mee. Ik vind het jasje echt heel leuk. En de jurk zit heerlijk. Dus ik ga even kijken of er nog meerdere zijn. Want ik voel me daar echt heerlijk in. En nogmaals, dit is geen leuke combi hoor. Oké. Dan was dit de video. Ik hoop dat jullie het heel leuk vonden. Laat zeker weten of je er wat aan hebt gehad. Want ik deed ook... Oeh, mijn haar is een leuke kleur nu. Ik deed natuurlijk omdat ik zelf mega nieuwsgierig was. Maar ook omdat ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Dat je gewoon goedkopere kleren kunt vinden. En dat ze echt heel erg leuk zijn. Dus best wel een beetje basic, maar toch heel leuk. Ik vond het heel leuk om te doen. Even je duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren voor meer video's. Ik doe heel veel met kleding. En tot bij een weekvlog. Ik ben een beetje moe, dan word ik een beetje druk. Doei!